45 jaar onafhankelijkheid is een goed moment om te reflecteren over de ontwikkeling van kunst in Suriname. Wat is jullie mening? In die 50 jaar, bijna, is er veel gebeurd. Er is een academie bijgekomen, twee academies eigenlijk. Veel jongeren zijn wakker geschud en die zien in de kunstwereld wel een manier om een living te maken. Ik vind dat we allemaal nu zelfstandig werken. Alle kunstenaars proberen op hun eigen manier te timmeren naar succes. We hebben een aantal positieve dingen erbij gekregen, waaronder een aantal galeries. En Reditex Galerie is ook een van de positieve zaken binnen die kunstontwikkeling. De rol van Reditex is heel erg belangrijk de afgelopen, zeker de afgelopen 10, 15 jaren. Omdat ze, misschien is het niet zo, zo bekend bij het publiek, maar van binnenuit weten we dat we heel veel doen aan buitenlandse projecten. En ook om de kunst in Suriname, te ontwikkelen, te brengen naar een grotere hoogte, met een aantal programma's en zo. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.